Quirin-Veldman van Sintens gaat in op welke vervolgstappen ondernemer Ton van Klooster moet zetten om zijn bedrijf nog succesvoller te laten worden in duurzaam innoveren. Hoe ben je in contact gekomen met Velopa? Ton van Klooster van Velopa heeft mij benaderd omdat zij, nadat ze een heel erg ambitieus project hadden gedaan, het ontwikkelen van de Cradle-to-Cradle-bank, dat was succesvol verlopen, het ding is op de markt. Ze zijn bezig met een ISO 14001 certificering, dat is een kwaliteitskeurmerk voor duurzaam ondernemen. En er lagen 1000 kansen en 1000 dingen die een onderneming dan kan doen om duurzamer te worden. En Ton van Klooster heeft mij te hulp geroepen eigenlijk om te zeggen van ja, we zien zoveel kansen, maar waar ligt nou onze grootste prioriteit? Wat moeten we nou als eerste aanpakken? En hoe kunnen we nog verder doorgaan met duurzaam innoveren nadat we zo'n ambitieus project succesvol hebben afgerond? Welke kansen liggen er voor Velopa? Nou, een van de kansen die ik voor Velopa zie is om de kennis die ze hebben omtrent duurzaamheid te gaan delen met hun toeleveranciers. Zodat hun toeleveranciers dus duurzamer gaan worden, ook kosten gaan besparen, betere concurrentiepositie gaan opbouwen, ook op het gebied van duurzaamheid. Een tweede kans die ik voor Velopa zie, is dat ze meer mogen communiceren waar ze mee bezig zijn. Velopa is een vrij bescheiden bedrijf als het gaat om duurzaamheid. En pas als je hier binnen bent en je praat met de directeur Ton van Klooster, dan pas hoor je hoe die passie voor een betere leefomgeving eigenlijk in dit bedrijf doordrenkt zit. Zij leveren de producten, de fietsenstallingen, die gemeenten en onze samenleving helpen om mensen op de fiets te krijgen en uit de auto. Als jij je fiets niet kwijt kan, dan ga je die fiets ook niet ergens bij station stallen. Dus in die zin staan zij al aan de wieg van een betere wereld. En dat brengen zij steeds verder door hun producten op een gegeven moment te verduurzamen, door nu ook hun keten te gaan verduurzamen en alles bij elkaar. Is dat een verhaal, denk ik, wat Velopa krachtiger mag vertellen. Op welke manier kunnen ze die kansen het beste realiseren? Nou, door met die toeleveranciers aan te gaan of het ook voor die toeleveranciers een ambitie is om duurzamer te worden. Je kunt iets opleggen, maar je kan ook iets uitnodigen. En ik denk dat dat de uitdaging is voor Velopa, om die passie die zij zelf hebben voor die duurzame wereld, om de toeleveranciers daarbij te vinden die passie ook hebben, maar ook, niet onbelangrijk, om die passie bij die toeleveranciers die er misschien latent aanwezig is, een beetje aan te wakkeren. En op die manier die bedrijven mee te nemen in dat gedachtegoed wat Velopa aanhoudt. Welke rol speelde Sintens in het vervolgtraject? Nou, Sintens is heel actief aan het helpen om die discussie met die toeleveranciers over duurzaamheid aan te gaan. Doordat Sintens bij de belangrijkste toeleveranciers, die echt een belangrijke positie hebben, ook de duurzaamheidsquickscan af te nemen, met die toeleveranciers om tafel de resultaten te bespreken. En Sintens is onafhankelijk. Dus als Velopa binnenkomt en zegt wij willen dat jullie iets duurzaamheids gaan doen, dan gaat daar een zekere dwang van uit. Maar op het moment dat Sintens aan tafel komt, dan zijn wij er voor die ondernemer op dat moment. En dan helpen wij die ondernemer om zelf zijn eigen bedrijf beter te maken en duurzamer te worden. En daardoor hebben wij een positie dat we bij die ondernemer aan tafel mogen komen, in de keuken mogen kijken en hem werkelijk kunnen helpen met het duurzamer worden, het besparen van kosten en het verbeteren van hun concurrentiepositie. En dat is voor Velopa, heeft dat dan ook weer een positief effect. Waarom is het belangrijk om duurzaam te innoveren? Nou, duurzaam innoveren is op een duurzame manier dingen vernieuwen. En dat duurzame is zo vreselijk belangrijk omdat daar vanuit de markt steeds meer vraag naar komt. Zowel vanuit de overheid, maar ook de hele samenleving gaat steeds meer zich bewust worden van het klimaat en van de wereld en van de leefomgeving elders op de wereld. En steeds meer mensen en consumenten en ook klanten en bedrijven voelen zich daarbij betrokken en willen dat daar iets mee gebeurt. En zullen dus ook aan hun leveranciers en dus aan alle bedrijven aan elkaar daarover eisen gaan stellen. Een bedrijf dat duurzaam innoveert kan dus een aantal dingen bereiken. Ten eerste moet je voorstellen dat als je grondstoffen, materiaal of energie kan besparen, bespaar je gewoon kosten. Dus duurzaam innoveren is in eerste instantie gewoon hartstikke fijn voor je portemonnee. Maar op het moment dat jij in staat bent met een duurzamer product wat een langere levensduur heeft, wat minder service nodig heeft, een product wat vriendelijker materiaalgebruik heeft, daar een goed product mee te ontwikkelen, dan heb je wellicht ook een concurrentievoordeel ten opzichte van jouw concurrenten. Dat betekent dat je een aantrekkelijker product hebt voor jouw klanten en dat kan dus leiden tot omzetgroei.
Hoe weet je als bedrijf waar je kansen liggen? Nou, eigenlijk moet je daar wel even goed over nadenken. Want ieder bedrijf kan 1000 dingen doen om duurzamer te worden. Tochtstrips plakken, dubbelzijdig printen, productieprocessen aanpassen, milieuvriendelijke producten ontwikkelen. Maar afhankelijk van wat voor type bedrijf je bent, liggen de kansen op een ander gebied. Als jij een bedrijf bent die producten ontwikkelt, heb je vaak een hefboom op het product zoals je dat in de markt zet. Dat is 10.000 keer zoveel als wat jij in jouw eigen bedrijfje aan stroom, elektriciteit of gas verbruikt. Datzelfde geldt voor capaciteitsbedrijven die dus dingen maken in opdracht voor hun klanten volgens een tekening die gewoon over de fax naar binnen rolt. Die hebben vaak de grootste kansen door zich te focussen op de processen waarmee ze dat doen, om die energiezuiniger en efficiënter te maken. En zo zie je dat afhankelijk wat voor type bedrijf je bent, je eigenlijk moet zoeken naar waar ligt je grootste kans. En je moet je niet laten verleiden om te verlagen tot tochtstripniveau, zeg ik dat dan wel eens. Tot het plakken van tochtstrippen, dubbelzijdig printen. Want uiteindelijk is voor ieder bedrijf is er een duurzame kans te vinden die aansluit bij jouw missie. Bij waar jij in het bedrijf de grootste hefboom hebt op de samenleving. En je moet erover denken wat voor jou die hefboom is. Surf voor meer informatie naar www.duurzame-innovatie.nl.